Ook bij articulatie is het advies: goed blijven ademen. Um, wat je het meeste ziet, is dat veel beginnende sprekers aan het eind van de zin zachter gaan praten en dan ook woorden gaan inslikken. Um, nou, dat hoeft natuurlijk geen uitleg dat dat ten koste van je presentatie gaat. Um, en het lijkt eentonig, maar ook dit is weer een kwestie van: um, ja, als je jezelf hebt opgenomen en een keer hebt teruggezien, um, ja, dan, dan je kan je voornemen dat je erop gaat letten. Maar als je helemaal op het podium staat. Er zijn er zoveel zaken waar je op moet letten. Uh, dat je zeker niet op je stemgebruik gaat letten. Dus dit, dit moet je van tevoren een keertje oefenen. Um, en zelfs ook al oefen je het van tevoren. is de kans ook weer groot dat je in oude patronen vervalt. Dus dan zou je het regelmatig moeten oefenen. en ook hardop. Want dat is de enige manier waarop je jezelf hoort. en daardoor ook een verschil aan kan brengen. Want dat is het nadeel van dit soort dingen. Ik wil, we kunnen het over allemaal articulatie uh, tonen. kunnen we het gaan hebben. Maar. Je doet van nature gebruik je die stem. En of je nou goed of fout gebruikt. Als je hem fout gebruikt, dan moet je dat echt dat pot, patroon doorbreken. Je moet jezelf conditioneren dat je het dan beter doet. En dan moet je daar gewoon tijd aan besteden. Uh, dus ja, als dat bij jou het geval is, moet je dat gewoon doen. Zo niet. Gebruik je stem en uh, wees er bewust van dat je daar heel veel mee kan doen.